Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik samen met jullie de Essence Trend Editie in de Bloomlight uitproberen. Deze collectie ligt sinds vorige week in de winkel en ik had hem ook al laten zien in mijn vlog. En jullie waren er ook wel nieuwsgierig naar hoe die zou zijn. Ik ben zelf eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. Dus ik ga deze collectie laten zien en ik zal ook eventjes wat meer informatie erover geven. Dus mocht je benieuwd zijn of deze collectie de moeite waard is om voor naar de winkel te gaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb het persbericht er even bij gepakt en volgens Essence beland je met deze collectie in de middernachtmagie. Deze collectie presenteert namelijk de nachtelijke bloeiende schoonheid van bloemen die tot leven komen in het donker. Er zitten dus make-up must-haves in die glinsteren als het maanlicht. En je kunt genieten van rijke, majesteuze juwelen tinten van smaragd en robijn. En hij is eigenlijk vanaf eind september dus te koop. Dus ik heb hem vorige week voor het eerst gespot in de winkel. Maar ja, voor deze collecties geldt altijd op en op. Maar online zijn ze ook altijd te koop. De prijzen zal ik even in beeld neerzetten van de collectie, zodat je even weet wat die ze heeft gekost. En dan begin ik even met de blush lighter. En die ziet er zo uit. Heel erg mooi om te zien. Hij heeft de naam 01 Made of Stardust gekregen en ik vind hem er heel erg mooi uitzien. Volgens Essence is dit een hele mooie zacht roze en persik gebakken blush met een mooi bloemenmotief. En je zou hier dus een stralende goudroze glow van krijgen. En zo ziet dat er dus uit. Hij is inderdaad heel erg mooi. Ik vind het inderdaad heel erg mooi. Net of je naar de bovenkant van een roos of zo kijkt, krijg ik het gevoel van. Hoe is de swatch? Want ik zie hem in het doosje mooi glinsteren. Oh ja, die glinster zie ik ook wel echt terug op mijn hand. Ik had jullie het ook goed kunnen zien. Ziet er mooi uit. Ik ben altijd wel benieuwd hoe dat op de huid dan is, want dat is altijd een beetje de vraag. Het volgende wat we dan hebben, dat is een duo oogschaduw. Dat is deze. En dit wordt eventjes een dingetje, want de teksten, de namen kan ik hier niet zo heel gemakkelijk van lezen. Dus ik pak even de zaklamp erbij. Dat doen ze dan paars op paars. Dat vind ik nooit zo heel erg handig, want dat maakt het niet heel erg makkelijk leesbaar. Hij heeft de naam. Hoe ga ik dit doen? 01, 3 in de Delight gekregen. Het is een beetje moeilijk, maar ik heb het uiteindelijk gevonden. Het is dus een 2-in-1 oogschaduw. Aan de ene kant heb je een glinsterende oogschaduw en aan de andere kant zit een matte. Hij zou hoog gepigmenteerd zijn en hij is dus vloeibaar. Je zou dus een prachtige glanzende look krijgen met glittergel textuur. Nou, zo ziet hij er dan uit. Ik ga in deze video niet ze alle twee gebruiken, want dat is niet zo heel erg handig. Ik denk niet dat de look dat goed doet. Maar kijk, je hebt dan gewoon zo'n vlokapplicator waarmee je hem aan kunt brengen. Ik ga ze wel even allebei swatchen. En dan zie ik inderdaad, even ruiken, geurloos. Ik moet altijd ruiken aan producten. Ik weet niet wat dat is. Dat is iets van mijzelf, denk ik, wat gewoon heel raar is. Oh ja, het ziet er wel mooi uit. En dan heb je hier dus de matte en hier de shimmer. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Het ziet er goed uit. Dus benieuwd hoe het ook op de ogen gaat zijn. Die matte ga ik uiteraard nog wel uittesten. Maar ik vind het in deze video om het dubbel te doen vind ik het een beetje lastig. Omdat ik al wel een idee heb wat ik ermee wil doen. Dus daarom doe ik hem nu eventjes enkel. Maar ik ga er ook nog een blogpost over schrijven. En daar ga ik uiteraard ook de matte dan in laten zien. Dan is er een matte eyeliner. En dat is deze. Die ziet er ook wel leuk uit. Ik heb niet het idee dat het heel goed overkomt door alle lichtval en zo. Ook deze heeft uiteraard een naam gekregen. Daar hebben we weer die zaklamp bij nodig. 01. Blooming in the Dark heeft hij de naam gekregen. Deze eyeliner zou veegproef zijn. Hij zou de hele dag blijven zitten en hij heeft een diep paarse kleur. En is makkelijk aan te brengen dankzij de precisie tipkwast. Nou, daar ben ik dan gelijk natuurlijk nieuwsgierig naar. Oh ja, kijk zo, dit is het kwastje. Oh, wow, bijzonder dit. Hij is inderdaad, ik had hem misschien wat lichter verwacht. Ik wist al dat hij paars zou zijn, maar hij is inderdaad echt wel
donker. Hij ziet er mooi uit. Benieuwd. Spannend. Ook wel leuk. Een keer wat anders. Dat valt altijd zwart. Dan is er een lip liner. En die is ook mat. Dat is deze. Een hele mooie eyeliner. Even omgedraaid houden. Nu ligt hij op zijn kop. Heeft een naam. Oh jee. Waar is deze naam nou weer? 01 Live in Full Bloom gekregen. Het zou een rijke en langdurige matte lipliner zijn in een bessenkleur. Je zou hier gedefinieerde lipcontouren mee kunnen aanbrengen. En het voorkomt dus het uitlopen van lipstick. Hij matcht dus ook heel erg mooi met de lipstick die erin zit. En ook de lipgloss. En dat is wel fijn, want hier staan de namen al bij vermeld. Nou, wat ik al heel fijn vind. Kijk, dit is zo'n eyeliner, lipliner, die hoef je niet te slijpen. Want je kunt hem dus zo omhoog draaien. Dus dat vind ik heel fijn. Ik ga hem even swatchen, maar dan laat ik hem eventjes zitten. Want dan kunnen we zo eventjes de kleuren ook naast elkaar neerzetten. Kijk, zo ziet hij eruit. En dat doe ik dan zometeen even de lipstick en de lipgloss ook naast. Gaan we gelijk door naar die lipstick. En ik vind de verpakking heel erg mooi ook. Hij is wel van karton, maar verder ziet het er wel heel erg mooi uit. De lipstick heeft de naam 01 Kisses at Midnight gekregen. En deze heeft ook een donkere bessenkleur. En hij heeft een heel mooi bloemrelief. Dit vind ik dan heel mooi. Dit is wel gewoon zeg maar van hard. Dit is wel hard, dus dit is niet plastic. Kijk, dit is hem. Zie je dat mooie bloemenmotief? Ziet er toch leuk uit. Hij zou dus hoog gepigmenteerd zijn en heeft een satijnen finish. En hij zou zorgen voor een zachte fluwelen textuur op de lippen. Nou, ik ben helemaal benieuwd natuurlijk. Ik merk wel, als ik zo kijk, dan heb ik hier de lipstick gedaan. Vind ik wel dat hij iets donkerder is als de lipliner, maar ik mag de pret uiteraard niet drukken. De lipgloss. Die heeft de naam 01 Moonlight Glow gekregen. Die ziet er zo uit. Ook weer heel erg mooi. Het is een hoogglanzende lipfinish met een roze glans effect. En hij zou een lekkere bessengeur hebben. Hij is gemakkelijk aan te brengen en hij kan dus heel makkelijk aangebracht worden over de lipstick. En in combinatie met de lipliner. Waarom heb ik steeds het woord eyeliner in mijn hoofd? Oh, lekker. Ja, heel lekker die geur. Dit is de applicator. Nou zit ik er wel even over na te denken om deze niet zometeen gelijk op mijn lippen te gaan gebruiken. Als ik hem over die lipstick ga aanbrengen, doe ik wel even met een kwastje. Kijk, hij is inderdaad vrij licht. Dus je zult die kleur van de lipstick er mooi doorheen blijven zien. Maar ja, het is dan... Kijk, als jij van matte lippen houdt, ja, dan wil je misschien toch niet die lipgloss eroverheen hebben. Maar goed, voor de video wil ik het wel gewoon gaan proberen, uiteraard. Dan waren er ook Jill Effect Nail Foils. En dat zijn deze. En hier kreeg ik al vraag naar of ik hier een keer een video over op wilde nemen. Ik ga hier een losse video over maken. Hoe je dit soort nagelstickers kunt gaan gebruiken. Deze hebben inderdaad zo'n gel finish. Dus dat voel je ook. Ze hebben dus een hele mooie glans. Maar ze hoeven niet onder een UV-lamp uitgehard te worden. Ze hebben de naam 01 Moonflowers Are My Favorite. Dit kost eventjes wat tijd om dit aan te brengen. Daarom ga ik hier nog een losse video over maken. Hoe je dit soort nagels aan kunt brengen. Of folies. Het zijn 14. Je krijgt 14 folies. En er zitten 7 maatjes in. Het is eigenlijk heel eenvoudig te gebruiken. Want het heeft een stick en peel techniek. En daardoor zou je dus salonachtige finish krijgen op de nagels zonder UV-lamp. Dus die zitten erbij. Maar nogmaals, ik ga nog een keer een losse video maken over dit soort nagels. En de laatste die ik heb, dat is de scrunchie. Die vond ik ook zo leuk. Met de naam 01 Love at First Bloom. Ik vind hem dus echt super schattig. Het is een velvet scrunchie. En hij heeft gewoon een leuk strikdetail. En je kunt dus hier variatie aanbrengen in verschillende haarstijlen. Hij heeft dus een hele zachte. Hij heeft zacht materiaal. Nou, dit waren de producten. Ik ga even een haarbandje in doen en dan gaan we het eens eventjes uitproberen. Haarbandje is weer in. Ik heb even mijn spiegeltje erbij gepakt. En dan gaan we beginnen met die blush luiten. Want ik ben echt super benieuwd hoe dat gaat. Zie je me naar beneden kijken? Kijk ik in dat spiegeltje, dan weet je dat.
Hadden jullie deze collectie ook gespot en sprak die jullie ook aan? Of was het een collectie waarvan je dacht, die sla ik liever over? Ik vond hem natuurlijk gelijk weer heel erg leuk. En ik vind het dan ook leuk om uit te proberen. Dus ik dip nu trouwens eventjes in die blusslijter. Maar goed, het is altijd heel persoonlijk, want niet iedereen vindt dit leuk. Ik zie weinig gebeuren op mijn gezicht. Op de camera lijkt het alsof die nu heel erg mooi aangebracht is. En als ik nu kijk in de spiegel, dan denk ik van, nou, is dit het? Ja, nu zie ik wat gebeuren. Nu zie ik hem wat opkomen. Ik moet ook niet een hele laag doen, want dan heb ik natuurlijk weer, dan lijkt het weer heel veel. Ik zie toch dat het op de camera ietsjes anders overkomt. Ik zie niet heel veel van die glans, moet ik zeggen. Die zag ik net met zwartje wel, die zie ik op mijn gezicht niet heel erg. Nou, ik vind het voor deze kant wel even goed. Dan gaan we naar die andere kant. Ik ben ook wel benieuwd of er nou weer een kerstcollectie komt. Ik ga even een beetje zo zitten. Dat is handig voor jullie. Vaak hebben ze ook wel van die kersttrend edities. En ik weet het, het is pas oktober jongens. Maar je ziet overal weer de kerstspullen voorbij komen. De adventskalenders komen in de winkel. Het is helemaal niet dat ik echt van kerst hou. Maar ik hou wel van de versieringen van kerst. Het wordt wel wat. Zo. Ja, dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik dan deze kant vind ik weer super goed gelukt. En dan kijk ik naar deze kant en dan zie ik heel weinig. Maar het kan ook een beetje komen door het lichtinval. Misschien dat ik toch nog even een klein beetje erop stippel. Maar die glans die zie ik niet echt. Dus dat is, ja... Ik vind hem op mijn gezicht meer mat dan echt glanzend. Misschien dat ik zo even bij een lamp kijk dat ik denk, ja, ik zie die glans. Maar mijn eerste oogopslag zegt, nee, dat gebeurt dus niet. Maar ik vind het op zich het kleurtje wel leuk. Hij is niet super fel, dus hij is vrij natuurlijk. Dus niet dat je denkt van, wat is er met jouw gezicht gebeurd? Dus ja, maar deze kant is beter gelukt dan die andere kant. Maar dat heb ik nogal vaak. Dus dat maakt op zich... Ah nee, nu zie ik hem wel. Oh nee, nu zie ik hem aan deze kant ook wel. Nou... Ik ga eens even kijken in de spiegel, even kijken bij licht of ik die glans dan zie. Want dat is dan wel eventjes belangrijk om te weten natuurlijk. Oké, dan gaan we naar die oogschaduw. Ik ga dus de glanzende gebruiken. Ik ga er dan gewoon een wat mattere look nog bij maken. Maar voor nu gaan we gewoon eventjes alleen die aanbrengen. Dat doe ik dan later even. Ik heb wel even een kwastje gepakt. Eigenlijk een concealer kwastje dat ik hem wel een beetje uit kan blenden. Want ik denk dat dat wel nodig is. En ik moet hem ook eventjes laten indrogen, denk ik, voordat ik met die eyeliner aan de gang ga. Want dat is wel iets wat je vaak natuurlijk ziet. Dus ik ga hem nu gewoon eventjes aanbrengen. Oh, hij is wel heel mooi. Oh, het ziet er wel heel leuk uit. Kijk, ik doe dit niet op mijn hele oog. Ja, heel leuk. Dan ga ik hem eventjes proberen te blenden. Even kijken wat er dan gebeurt. Ik vind het ook fijn. Hij bijt niet. Ik heb normaal wel eens met een creamy oogschaduw dat het kan gaan bijten op mijn ogen. Maar daar heb ik nu geen last van. En daar ben ik wel blij mee. Het ziet er wel heel leuk uit. Maar je moet hem wel even laten drogen. Dus het is niet de bedoeling dat ik hier nu zometeen gelijk met die eyeliner overheen ga. Gaan. Ja, het is wel leuk. Ik vind het wel leuk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar het springt er wel echt uit. Ja, ik vind het wel leuk. Het doet wel wat. Ik ben normaal wel meer een beetje van de donkere kleuren. Maar zoals dit vind ik wel leuk. Het duurt wel even voor het droog is voor mijn gevoel. Nou, ik ga het gewoon even laten drogen. En dan kunnen we zo meteen even verder met die eyeliner. Maar dat blenden ging ook best wel makkelijk. Dus ik vind hem er voor nu wel leuk uitzien. Het is wel echt dat je ogen er wat uitspringen voor mijn gevoel. Zo, ik heb hem heel even laten drogen. Het gaat op zich vrij snel. Ik voel niet meer dat hij heel nat is. Maar dat komt ook wel doordat ik hem wat uitgesmeerd heb. Dan gaan we met die eyeliner aan de gang. Ik vind het ergens ook spannend. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat er dan uitziet. Komt ie.
Oh, het is wel leuk. Je ziet niet meteen gelijk dat het ook paars is, maar het is wel gewoon een leuke kleur waarvan ik denk, ja, ik vind het leuk. Wordt hier een kat een beetje onrustig, sorry. Oké. Ik doe dit normaal dus bij mijn eigen spiegel, dan ben ik heel erg dichtbij. Ik zit nu niet zo heel dichtbij mijn eigen spiegel. Dus dat maakt het lastig en ik heb normaal heel veel licht erbij. Ja, het doet wel wat. Ik vind het wel leuk. Ik heb wel het idee, deze bijt wel een heel klein beetje. Maar die kleur, het is echt leuk. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ik zal het even ook afmaken met een beetje. Ik ga even de look een beetje afmaken met eyeliner. Of, ja hoor, oogpotlood, mascara. Even wat kleur er nog bij aanbrengen. En dan denk ik echt dat die heel leuk is. Ja. Ja. Ik ben enthousiast. Ik vind het in ieder geval wel heel erg leuk om te zien dit. Ik word er blij van. Dus dat is natuurlijk altijd wel fijn. Dus ik ga dat eventjes doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we natuurlijk ook die lippen nog even doen. Ik heb hem dus nu even helemaal afgemaakt met de mascara ook in het oogpotlood. Ik heb nog geprobeerd wat oogschaduw toe te voegen, maar dat is niet zo handig om het achteraf te doen. Dit is het dan uiteindelijk geworden. Dus ik vind het eigenlijk voor nu ook wel leuk. Dus dan kunnen we nu door naar de lippen gaan. Oké, we gaan dus beginnen met de lipliner. Dus ik ben wel heel benieuwd of die er nou ook een beetje smooth overheen glijdt. Ik ben wel fan van lipliners altijd. Ik vind het altijd wel leuk om te gebruiken. Vooral als het ook met elkaar goed matcht natuurlijk. Ja, wel mooi subtiel zo. Vind ik leuker uitzien. Hij voelt ook wel fijn aan. Hij is natuurlijk nog lekker scherp. Nou, dan gaan we het inkleuren met die lipstick. Gewoon bijna zonde om daarmee aan de gang te gaan met dat mooie patroon. Ik ben wel benieuwd hoe intens die gaat zijn. Ja, het is een lekker donker kleurtje. Klein beetje gemorst, dat moet ik zo meteen eventjes weghalen met een wattenstaafje. Hij voelt wel lekker aan, hij is wel heel donker. Dat moet wel je ding zijn. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit even fantastisch vindt. En nou wil ik daar dus even overheen gaan doen met die lipgloss. Maar dat ga ik dus even met een apart kwastje doen. Want als ik hier met die lipgloss zo overheen ga, dan is dat hele kwastje is zo helemaal donker. Dat vind ik gewoon een beetje zonde. Gelukkig heb ik gewoon een lipkwastje. Zo. Dat kan je ook maar één keer doen, want dat kan je niet nog een keertje gaan doen. Want dan is die alsnog helemaal vies en dat vind ik gewoon zonde. Het is gewoon leuk om even te kijken of het glansje een beetje komt. Ah ja. Kijk. Dan wordt die... een beetje glanzend. Ja, ik hou er zelf al van, maar het moet wel je ding zijn. Niet iedereen houdt van dit donkere kleurtje. Ja, ik vind het wel leuk. Ik ga even mijn haren zo doen. Dan gaan we ook even die scrunchie ga ik in doen. Dan zal ik jullie dat ook even laten zien. Maar voor nu vind ik het op zich wel leuk uitzien. De scrunchie zit erin. Ik heb pas 3 keer om mijn haar heen. Je ziet alleen het strikje niet, want die zit ergens onderin. Dus dat is wel leuk geweest als die hier bovenin een beetje gezien zou worden. Maar kijk, hier is het eentje, maar die andere... Oh, die is hier. Nou, zo ziet hij er wel leuk uit. Het zit ook lekker, dus ik ben er wel tevreden over. Zo, alles is uitgetest. Ik heb de eerste haar alweer in die lipgloss zitten. Fantastisch. Niet dus. Even de eindconclusie van de collectie. Nou, die scrunchie is dus echt fantastisch. Hij past, zoals ik al net zei, 3 keer om mijn haar heen. Dus zelfs met dik haar, fantastisch. Die blushlighter,
superleuk kleurtje. Alleen ik zie niet echt wat terug van de glans op mijn gezicht. Die glans zag ik met zwartje heel mooi. Maar in mijn gezicht of op mijn gezicht zie ik geen glans. Nou vind ik het zelf niet heel erg. Want ik los dat weer op door een highlighter over toch bij aan te brengen. Maar als je echt denkt ik wil dit hebben vanwege die glans. Op mijn gezicht valt die wel heel erg tegen. Dus dat zag ik niet. De oogschaduw. Ik vind hem wel heel leuk, moet ik gelijk zeggen. Het ziet er heel mooi uit. Wat ik wel gelijk merkte, mijn wimpers die werden er keihard van. Hij is blijkbaar iets tegen de wimperrand aangekomen, waardoor ik hele harde wimpers kreeg. Dus met... Hij droogde ze een beetje hard op. Toen ging mijn wimpers krullen en toen dacht ik wel van... Oh, hier moet ik heel voorzichtig mee zijn, want die zijn dan een beetje hard geworden. En ik vind wel dat hij een beetje... raar opdroogt in de lijntjes. Dus ik zou hem niet echt helemaal tot aan je lijn aanbrengen. Want ik vond dat hij daar toch een beetje daar opdroogde. Dat zag ik toch wel dat ik denk van... Oh, dat ziet er niet heel erg mooi uit. Hij greased een beetje. Ondanks dat ik hem dus wel heel erg mooi had ingeblend. Maar verder om hem gewoon op het stukje bewegend ooglid aan te brengen. En dan bijvoorbeeld met in combinatie met andere kleuren zou het perfect werken. Maar om hem... enkel te gebruiken als oogschaduw, dan denk ik van ja, dan vind ik hem toch wel een beetje voor griezen. Maar hij droogt dan een beetje gek op. Maar op zich, ik vind de tint en zo wel heel mooi en hij prikt niet. Die eyeliner vind ik echt heel erg mooi. Ik had niet verwacht dat de kleur zo mooi was. Ik vind het niet, het is niet echt een hele, het is een wat donkerdere paarse kleur. Maar het is niet dat je denkt van, het valt heel erg op. Ik vind hem ook wel gewoon... Ja, het oogt nog best wel natuurlijk. Dus het is niet dat je hele opvallende eyeliner hebt. Ik vind hem wel heel erg mooi. Hij prikt alleen een klein beetje. Maar dat ligt gewoon aan mijn gevoelige ogen. Lipliner vind ik heel mooi. Je kunt er inderdaad nauwkeurig mee werken. Dus dat is top. Ik word helemaal gek van die haren, jongens. Nou, ik heb er weer een te pakken. Lipstick vind ik ook heel erg mooi. De kleur is wat donker, moet je ding zijn. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, ik hou er niet zo van. Ik hou zelf wel wat van wat donkerdere lippen, maar er zijn ook heel veel mensen die hier niet van houden. En dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Dus ja, dat is gewoon persoonlijk. Lipgloss, je ziet er natuurlijk niet heel veel kleur vanaf. Ik vind hem nu in combinatie met die lipstick en die lipliner heel erg mooi. Maar ik vind ook wel dat de lipstick er meer mee buiten de lijntjes gaat. Omdat je hem nu eigenlijk vochtig hebt gemaakt. En eigenlijk is het een matte lipstick. En normaal gesproken is dat natuurlijk zo dat dat ook minder snel uitvaagt. En ik heb nu wel het gevoel dat omdat ik die lipgloss eroverheen heb aangebracht, hij meer uitvaagt. Dus ik zou hem liever niet meer in combinatie gebruiken met de lipstick, maar dan wel gewoon bijvoorbeeld los. Dat zou ik dan wel fijn vinden, want ik merk nu gewoon, hij geeft nu natuurlijk ook super erg af. En het geeft wel een leuk effect, je blijft de kleur ook goed houden, maar ja, het vaagt wat meer uit. Dus lipgloss zou ik niet per se een combinatie doen met de lipproducten. Ik ben benieuwd wat jullie vinden van de look die er uiteindelijk is uitgekomen. Is het een collectie die je ook zou willen aanschaffen? Of misschien heb je hem wel aangeschaft? Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Ik krijg al heel vaak reacties dat mensen zeggen, ja, ik heb dit ook gekocht of zo. En dan zijn ze er ook wel enthousiast over. Ik werd er in ieder geval heel erg blij van. Of op zich wel heel erg blij van. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!